Sergey Kosmynin, een 29-jarige leraar geschiedenis in het wit. Het wordt dus weer een Russisch onderrondje. Zelzoni is de vice-Europese kampioen van vorig jaar, terwijl Kosmynin derde was op het wereldkampioenschap in 91. Dus twee voormalige Sovjets, die in het verleden alleen maar die medailles konden te pakken krijgen omdat de andere er niet bij was. Behalve dan vorig jaar op het Europees kampioenschap, want daar waren de Baltische staten al afzonderlijk. Hier een kleine voorsprong voor Zelzoni. Vsevolods Zelzoni. Probleem met die, met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is voor de commentatoren nu ook dat er eens zoveel moeilijke en haast voor ons onuitspreekbare namen zijn bijgekomen. Maar dat kan de pret niet. Een mooie beweging. Maar dat levert hem niet op, niets op. Het was een Yoko Tomanagi, dezelfde offerworp dat Nicole Flahautier uitvoert. Met het enige verschil dat Nicole er wel bij scoort. Meestal toch. Iets meer dan 1 minuut zijn we verre in deze kamp en Zelzoni dus met een koka op voorsprong. Letse en Russische supporters zijn er niet. De enige supporters die ze hebben zijn hun teamgenoten. Vandaar dat dit soort kampen ook in de zaal een beetje sfeerloos zijn gang gaat. En zo zien we ondertussen dat de leraar geschiedenis, de Rus Sergey, een strafpunt gekregen heeft. Wat de LAT Zelonijs een joekoe oplevert. Of ben ik verkeerd? Zo staat het inderdaad op het scorebord. Het is Zelzoni liever die een chewy heeft gekregen. En Kosmynin die een yuko heeft. Het probleem met het scorebord is dat het naar de perstribune omgedraaid staat. En als je daar geen 3 dagen op getraind hebt, dan laat je ze wel eens vangen. Wat de scores die normaal links moeten staan, staan rechts en omgekeerd. Maar het is niet, dat heb ik gisteren ook al aangegeven, niet de enige fout in de organisatie. Ook vanmorgen bijvoorbeeld waren er geen startlijsten, was er geen programma voor de pers. Pas 2 minuten voor de kampen begonnen waren die beschikbaar na lang aandringen. En nadat een van de van mijn collega's van een Belgische krant zijn kopij die hij 2 dagen geleden op de kop had kunnen tikken had doorgegeven aan de persverantwoordelijke om te fotocopiëren, want een origineel hadden ze niet meer bij de hand. Nog een goede 2 minuten en Sergey Kosmynin op voorsprong tegen Zelzoni Vsevolods, dat is een voornaam. Opnieuw een strafpunt, ditmaal voor de Rus. Waardoor dus een koka voor Zelzoni komt, maar de Kosmynin heeft nu zelf een koka gescoord. Dus het is 1 yuko en 1 koka voor Kosmynin voor Rus in het wit en 2 koka's voor Zelzoni in het blauw. En nog 1 minuut en 30 seconden te gaan.
de LAT in het blauw staat nog altijd op achterstand. Normaal gezien zou die nu moeten risico's nemen om die achterstand goed te maken. En daar neemt hij de benen, maar zonder resultaat. Nog een minuut en 10 seconden. Opnieuw een poging tot een offerwoord, tot die Yuko Tomanagi. Maar zo wint hij tijd. En nog 50 seconden te gaan. Staat onze Rus Sergey nog altijd op voorsprong. Daar opnieuw grijpt de LAT naar de benen. Seconden nog. Kosmynin met Yuko en Koka voor tegen twee Kokas voor Zelonijs. Dat betekent dat Zelonijs er nog in slaagt om een Yuko te scoren, dat hij meteen aan de leiding komt. Nog 13 seconden. Het wordt moeilijk voor Zelonijs om in die 13 seconden de zaak recht te zetten. Maar als Kosmynin daaraan denkt, dan vergemakkelijkt hij de zaak van Zelonijs natuurlijk. Want dan laat hij misschien even de zaak wat los. Maar het is afgelopen. Kosmynin wint. Zelonijs uit Letland pakt het zilver. Het is de eerste Russische gouden medaille op dit Europees kampioenschap. Georgië heeft er al twee met Djibouadze en Kakalejvili gisteren. De Russen hebben wel met Gundarenko een zilveren medaille in de plus 72. Een bronzen met Maltev in de min 86. En dan nog een bronzen met Timoshkin in de min 78. We zitten halfweg de finales. Dat betekent dat we er nog vier te goed hebben. Als ze de volle tijd in beslag nemen, dan zal het ja, toch nog wel een goede tijd.